zijn wel echt nerveus. Niet nodig, toch? Adem in. Je bent niet comfortabel met je lichaam? Nee, ik wil graag een medische transitie doen, dus dan moet je hier naartoe. Ik heb een Harley gekocht. Een Harley Davidson? Bij mijn auto, hè? Ze zeggen dat je er ook meer testosteron van krijgt. Wat dat betreft is het misschien ook nog wel een behandeling voor transjongens. Ja, 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 ja. Ik denk dat alle cliënten weer een nieuwe puzzel zijn waar je elke keer voor dilemma staat. Als ik het goed begrijp, zie je af van het winnen van eitjes om in te vriezen? Of wil je dat wel? Nee, daar zie ik vanaf. Ja? Daar zie ik vanaf. Je wil niet na een paar jaar een spijt op tandje krijgen die zegt van ja, maar dit was maar een fixatie. Ik weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om mensen tegenover je te hebben die jou niet continu bevragen. Zo zou ik het hier doen, achter mijn naam? Ja. Ja, ik vind het raar staan. Wat maakt gender nou precies uit? Wat maakt het uit dat ik hij, hem, zij, haar, die, hun, hen? Ik denk dat we op de goede weg zitten als cisgender personen zich ongemakkelijk voelen. Want dan denk ik, ik heb dat eigenlijk iedere dag. Er zullen altijd mensen zijn die zeggen, je moet nog meer de tijd nemen. Maar dan zijn er waarschijnlijk een heleboel die depressief en misschien suïcidepogingen of zelfs dood zijn. Dat wil ik niet op mijn geweten hebben. Het vindt plaats bij waar je elkaar niet begrijpt. Het vindt plaats waar je elkaar probeert te ontmoeten. Ik ben een cisgender man, ik ben een heteroseksuele man. Maar ik ben ook gewoon een mens.